Welkom kijkers en luisteraars van deze uitzending van Sternet in Stelling. We zijn live op de radio en wellicht ook live op tv. Anders zijn we na te kijken op www.rtvsternet.nl. Ik heb hier aan tafel Herma Boom. Welkom. Dankjewel. Herma Boom, nummer 15 van op de CDA-lijst, Tweede Kamerlijst, behoorlijk hoog, woonachtig te Buurzen. Vertel de Haaksbergenaren, wie ben jij? Nou, ik ben Herma Boom. Ik woon sinds 2004 in Buurzen en dus ook in de gemeente Haaksbergen. Met veel plezier, moet ik zeggen. Ik ben in 2001 naar Twente verhuisd. Ik heb nog een tijdje in Zenderen gewoond, maar nu met veel plezier hier. Ik ben geboren in Wilsum, tussen Zwolle en Kampen in Overijssel. En heb tussendoor op heel veel andere plaatsen gewoond. In Amersfoort onder andere. Wilsum, is dat niet dat hele kleine mooie dorpje aan de overkant van de IJssel? Ja, Wilsum ligt aan de ene kant van de IJssel. Daar komt mijn moeder vandaan. En Zalk ligt aan de andere kant van de IJssel. En daar komt mijn vader vandaan. En ze hebben elkaar ergens halverwege ontmoet, denk ik. Maar daar ben ik dus geboren. En ik ben opgegroeid grotendeels in Emmeloord en in Ermelo. En ik heb in de afgelopen jaren heel veel verschillende dingen gedaan qua werk. Maar ben in mijn Amersfoortse tijd ook al actief geweest, politiek actief voor het CDA. Ik was daar gemeenteraadslid en fractievoorzitter. En ik ben daar ook lid geweest van de lokale CDA-afdeling. Afgelopen 10 jaar... CDA, dat ja, de is jongeren, de jongeren, hè? Ja, dat was de jongerenafdeling. Dat is nog steeds de jongerenorganisatie. Dat is niet per definitie, als je lid bent van het CDA, dat je ook lid bent van het CDA. Dus ik was eerst alleen lid van het CDA. En het is eigenlijk de organisatie die in de periode dat je opgroeit en na gaat denken over mens en maatschappij. Dat zijn gewoon mensen die met elkaar daarover nadenken en discussies voeren. En ook politieke vorming is een belangrijk onderdeel van het CDA. Dus in die jaren ben ik politiek gevormd. En hoe oud was je toen? Nou, toen je bij het CDA ging? Ik denk dat ik een jaar of 19, 20, misschien zelfs wel 18. Maar in ieder geval, ik weet wel dat ik de eerste keer dat ik mocht stemmen, en dat is niet automatisch op je 18, omdat er niet elk jaar verkiezingen zijn, maar de eerste keer dat ik mocht stemmen, dat ik toen ook lid ben geworden van het CDA. En dat tot de dag van vandaag ben gebleven. En is dat in de voetsporen van je ouders? Een deel wel, maar mijn ouders komen natuurlijk toch nog uit de periode dat het CDA nog niet bestond. Dus het CDA was voorheen de AR en CHU, KVP. Maar politiek en samenleving is wel iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Dat is bij ons thuis nog steeds een belangrijk onderwerp. Maar dat geldt voor iedere partij, hè? Politiek en samenleving. Ja. Maar het CDA, dat is eigenlijk vanuit je ouders... Ja, ik kom sowieso uit een christelijk gezin. En ook zeg maar de waarden die dat met zich meebrengt, dat is gewoon wel iets wat gewoon ook onderdeel van mij is. Dus ik voel mij thuis in de christendemocratie. Ik voel mij thuis in een partij die zich wat laat gelegen liggen aan anderen, naasten, hè, in termen van het CDA of noberschap, zoals we het hier noemen. Dat is wel iets wat echt heel belangrijk is voor mij en ook voor het CDA. En dat is wel waar ik mee ben opgegroeid. Je doet wat voor elkaar, je hebt wat voor elkaar over. Mijn ouders zijn allebei ver boven de pensioenleeftijd. Maar nog drukker dan ooit met vrijwilligerswerk. Dat is gewoon iets wat je, dat doe je voor elkaar. Oké, dus je bent maatschappelijk betrokken en dan op een christelijke grondslag. Ja. En waarom dan toch ook de politiek? Want dat kun je natuurlijk ook doen, net als je ouders, door allerlei vrijwilligerswerk te doen. Ja. Maar jij koos voor de politiek. Ja, nou, ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik weinig in politieke zin gedaan. Wel maatschappelijk me ingezet, onder andere door mijn werk. Ik heb bij een aantal gemeenten gewerkt. Ik ben daar hoofd economische zaken bijvoorbeeld in Enschede geweest. Ook dat vind ik een bijdrage leveren aan de samenleving. Alleen ik heb wel met toch pijn in het hart de afgelopen jaren moeten zien dat het en met Nederland niet goed ging, maar ook met het CDA niet goed ging. En nu deze keer, toen het kabinet viel, en dat viel pas voor mij op een toch onverwacht moment, dacht ik, ik kan blijven toekijken en van de zijlijn kritiek hebben op hoe het gaat in Den Haag en op hoe mijn eigen partij het doet. Maar ik kan ook zeggen, ik ben lid en ik wil mij inzetten en ik stel mij beschikbaar. En ik heb dat laatste gedaan, omdat ik dacht, als ze me niet willen hebben, nou jammer, maar ik heb een goed leven, dan ga ik daar vrolijk mee door.
Maar ik wil er zijn voor het CDA en ik wil ook er zijn voor Nederland. En ik wil me ook inzetten voor een beter Nederland. En ze wilde je hebben? Ja, ja. Nummer 13 eerst. Ja. Nummer 13, dat was echt helemaal... Ja. Vanuit het niets naar 13, dat was echt prachtig. Dat zegt ook iets over je kwaliteit natuurlijk. Ja, en het zegt ook heel veel, want het geldt voor meer mensen op de lijst. Het zegt ook heel veel over dat het CDA echt heeft gekozen voor vernieuwing. We zijn begin dit jaar, hebben we de discussie gehad over de inhoudelijke koers binnen de partij. En er is ook naast de inhoudelijke vernieuwing, is er ook gekozen voor nieuwe mensen op de kandidatenlijst van het CDA. Ja. En bijvoorbeeld geen mensen die zeggen, ik wil wel graag in het kabinet terugkomen. Maar ik wil niet in de Kamer, die staan ook niet op deze lijst. Dus het zijn echt mensen die de ambitie hebben om voor 4 jaar, ons allen is gevraagd om dat voor langer dan 4 jaar te willen, maar voor 4 jaar volksvertegenwoordiger te willen zijn. We hebben een beetje meegekregen hoe jij van 13 naar 15 ging. Ja. Dat was niet alleen maar leuk natuurlijk. Nee. Kun je daar iets over vertellen? Ja, kijk, het belangrijkste... 15 is nog steeds prachtig hoog. Nou, weet je, dat is ook het eerste wat ik dacht... toen bleek dat het 15 was. Ik dacht, als ik die bewuste maandagavond, 11 juni, zou zijn gebeld met de mededeling, Herma Boom, je staat op 15, we willen je op die plek, dan was ik net zo blij geweest. Ja. En dan had ik net zo hard ja gezegd. Dus het is een prachtige plek en het is ook een verkiesbare plek. Hoe het gegaan is, is wel logisch. Kijk, voor mij is dat niet leuk, maar het gaat niet om mij. Het gaat erom dat de beste mensen van het CDA op de lijst komen. Ja. En er zijn mensen buiten de boot gevallen waarvan vanuit de partij is gezegd... en Pieter Omtzigt is daar een sprekend voorbeeld van... wij willen dat hij op de lijst komt te staan. Ja. Op het moment dat je iemand toevoegt en je wilt echt dat hij op de lijst komt... moet je hem hoog op de lijst zetten, anders heeft het geen effect. Dus op het moment dat Pieter op 2 werd gezet, schoof... de rest. Pieter, even uitleggen misschien aan de luisteraars en kijkers. Pieter mensen kennen Pieter Omtzigt, denk ik. Dat denk ik eigenlijk wel zeker. Ja. Maar hij gaat een voorkeursactie is hij aan het organiseren. Ja. Maar dat is toch eigenlijk voor Haaksbergen. Ben jij eigenlijk de vrouw die veel interessanter is voor Haaksbergen? Je woont in Haaksbergen. Ja, maar wij zijn beide interessant. Want kijk, wat je ook ziet is dat er vanuit heel Twente weinig verkiesbare kandidaten op de Kamerlijst staan. Ja. Dus jij zegt, we moeten er gewoon allebei in? Ik ga ervan uit dat we het allebei in de Tweede Kamer komen. Ik denk dat Pieter die voorkeursactie gaat redden. En ik weet ook wel zeker dat we als CDA... Nou, ik vind je wel optimistisch. Ik heb nog eens even gekeken naar de peilingen. Ja. De peilingen. Het CDA staat op 13 zetels. Dat was de peiling van gisteren. Ja. 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 Dus dat is. En die is eigenlijk dalende. Nou, er zijn verschillende peilingen. Dus klopt. Het is maar net welke je pakt. Ik heb die van Maurice de Hond. Ja. Die was 14. Ja. En er was er maandag eentje, die was 16. Maar kijk, peilingen zeggen mij nu even nog steeds niet zo... Nou, niet niks. Ze zeggen me niet zoveel. Nee. Omdat peilingen op dit moment zeggen voor mij wie op dit moment populair is. Peilingen gaan echt over de populariteit op dit moment. Terwijl de verkiezingen op 12 september, die gaan voor iedereen over de toekomst van Nederland. En die gaan over de verantwoordelijkheid die ook kiezers hebben bij aan wie vertrouw ik na 12 september mijn stem toe. Goed. En dan gaat het ook, en dan wil ik even uitleggen. Even. Dan gaat het ook over de vraag wie na de dag na de verkiezingen zijn verantwoordelijkheid neemt om dit land uit de crisis te helpen. En ik denk dat er tussen nu en 12 september nog wel eens wat zou kunnen veranderen in een uitslag waarin mensen kiezen voor partijen die verantwoordelijkheid voor Nederland willen nemen. En hoeveel denk je dan te krijgen als CDA? Hoeveel hoop je? Nou kijk... Tussen hopen en denken zit en wel realiteit, een verschil. En realiteit, oké. Dus ik denk zelf dat wij zeker in de buurt van de 20 zetels... Ja, dat heb ik jou op RTV Oost horen zeggen. Ja. Zo van 20 gaan we zeker halen. Ja. Nou, oké. En dat gaat op basis van... dat zal ten koste gaan van welke partij, denk je? De huidige peilingen. Kijk. De SP staat op, even kijken op een lijstje... 39 zetels nu. Ja. 39. Ja. Wie had dat ooit gedacht? Ja, maar kijk, bij alle peilingen wordt er altijd bij gezegd dat een groot deel van de kiezers zijn keuze nog niet heeft gemaakt. Dus bij welke partij het vandaan kan komen, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik denk wel dat als je ook nadenkt over hoe Nederland na 12 september geregeerd moet worden, dat je het niet redt
op wat we noemen de flanken. Want die gaan niet bij elkaar komen in de zin van een kabinetsformatie. En dan heb je een krachtige middenpartij nodig. En ik denk dat mensen ook de komende weken echt nog wel eens goed gaan nadenken over aan welke partij vertrouw ik mijn stem toe met het oog op wat er na. Oké, we gaan kijken. Jij zegt natuurlijk, dat begrijp ik, vertrouw die stem toe aan het CDA. Ja, dat is en het. Aan ja. Herma Boom. Ja, we gaan kijken wat Herma Boom vindt over bepaalde dingen. Wat hebben we aan Herma Boom in de Tweede Kamer? Herma, ik heb onlangs, afgelopen week, dat heb jij ook mee kunnen luisteren, mee kunnen zien, een aantal dingen binnen het CDA waarvan gezegd wordt, nou, dat is toch een beetje schuiven. Hè? Twee dingen, ik denk het laatste is toch, naar aanleiding van het debat van eergisteren, de langstudeerboete. Ja. De langstudeerboete, daarvan zei Buma, we gaan hem toch niet invoeren. Nee. Dat is echt wel een beetje 10 voor 12. 1 september moeten de collegegelden betaald worden. Ja. En of je nou 1700 moet betalen of 3300, dat is echt wel een essentieel verschil. Ja, en wat kunnen we verwachten? Wat denk jij? Want de uitsluitsel is er nog niet en de collegegelden worden op dit moment betaald. Wat adviseer jij de studenten? Kijk, in het algemeen geldt dat het beleid wat nu geldt, is het beleid is wat wordt uitgevoerd. Dus als je mij vraagt wat adviseer ik student, betaal gewoon het bedrag wat je moet betalen, zou ik zeggen. Wat er is gebeurd is. Dat is dus met inclusief boete daar waar nodig. Ja, want ik verwacht ondanks mijn optimisme niet dat het CDA 75 zetels haalt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus je hebt na 12 september een coalitiemeerderheid nodig om tot een wijziging van die maatregel te komen. Het CDA heeft gezegd wij willen ervan af. En het CDA heeft dat ook gezegd omdat het lenteakkoord waar dit uit voortkomt een compromis is geweest met andere partijen. Ja, ja, ik en snap niet, het. En dat is niet 100% het CDA-standpunt. Maar wat je eigenlijk zegt is, die langstudeerboete, het CDA is tegen. Ja. Maar we gaan hem voor 2012-13, moeten we hem toch nog wel innen. Nee. Ondanks het feit dat wij er tegen zijn. En, maar dat kunnen wij pas realiseren na 12 september. Dat kunnen we realiseren als we veel zetels krijgen. Want dan is onze positie gewoon sterker. En zo simpel is het. Maar het hangt wel ook vanaf wat andere partijen ook gaan doen. En wat je ziet is dat ook andere partijen nu zeggen wij willen er ook vanaf. Maar zolang de wet niet is gewijzigd, kan ik niet nu tegen studenten zeggen van nou betalen maar niet. Het CDA wil dat het dan daarna weer gecompenseerd wordt. Maar misschien even naar de inhoud van waarom we dit willen. Want dat is misschien wel veel belangrijker. Ja, ik wil toch de praktijk vind ik ook heel interessant. Ja, de praktijk is, wat moet voor 1 september gebeuren? Jij zegt, die langstudeerboete geldt gewoon. Maar hoe kan het dat er nu een meerderheid in het kabinet is dus tegen die langstudeerboete? Een meerderheid in het kabinet. Dat is. Nou, niet in het kabinet, in de Kamer. In de Kamer, ja, een meerderheid want in de Kamer. Want het kabinet voert gewoon uit wat de Kamer beslist. Klopt. En klopt. De Kamer heeft tot nu toe besloten dat hij er wel komt. Er zijn precies. Nu een aantal partijen. Maar je kunt niet in zeggen dat de Kamer, het CDA, de CDA-leden, daar ga ik toch even van uit dat die allemaal achter dat verkiezingsprogramma staan, ja. Dat die op het moment dat er gestemd gaat worden, moeten we dit al dan niet terugdraaien, dat het een meerderheid haalt om het terug te draaien. Als de Kamer heeft volgens mij gezegd, en dan heb ik het nu over de zittende Kamer. Hè, ja, zittende Kamer, klopt. Dat ze na het reces hier een besluit over kunnen nemen. Dat is eerder dan dat de huidige collegegelden, of later dan dat betaald moet worden. Maar het standpunt is wel helder van het CDA. Wij willen van die langstudeerboete af. Ja. Alleen het moment waarop je dat gerealiseerd hebt, hangt af van het moment waarop de Kamer duidelijk, in zijn totaliteit een nieuw besluit neemt. Duidelijk. En waarom wil je er nu van af, terwijl je daar een half jaar geleden voor was, nou, als CDA zijnde? Nee, het CDA heeft met andere partijen een lenteakkoord gesloten. Dat is een compromis geweest op verschillende onderdelen van een totaalpakket aan financiële maatregelen die nodig waren om Nederland uit de crisis te helpen. Maar een compromis is niet 100% hetzelfde als je eigen standpunt. Begrijp ik. Het begrijp CDA ik. Zelf is niet voor de langstudeerboete. En we hebben nu, zoals je weet, worden verkiezingsprogramma's worden doorgerekend, hè, door het Centraal Planbureau. Ja, nee, begrijp ik. En in die berekening is dit gewoon meegenomen. Dus het niet door laten gaan van de langstudeerboete. En het standpunt van het CDA is ook dat wij willen ook bijvoorbeeld een ander punt. Wij willen dat de basisbeurs behouden blijft. Waarom willen wij dat? Wij vinden dat
jongeren niet eerst schulden moeten maken om te kunnen studeren. Wij willen dat iedereen in Nederland moet kunnen studeren, ook als ouders dat niet kunnen opbrengen. En daarom maar de basisbeurs is €260 per maand. Ja, dat maar wij zijn wel de enige partij die zeggen, wij willen hem handhaven. Alle andere partijen willen daar iets anders mee gaan doen en die willen hem niet overeind houden. Die langstudeerboete, dat gaat ook over studenten die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen naast hun studie. Die lid zijn van een studentenvereniging of van een andere vereniging. En die tijd willen steken in de samenleving. En die zouden dan bestraft worden voor het feit dat ze hun verantwoordelijkheid nemen door een boete. Daarvan zeggen wij van dat is in strijd met het gedachtegoed van het CDA. Want wij zijn er heel erg voor dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en voor de samenleving. En daar kan je niet jong genoeg mee beginnen. Dus die langstudeerboete past niet in het gedachtegoed van het CDA. Is duidelijk. En daar duidelijk. Willen we eraf. Ja, duidelijk Herma. Ik heb een ander punt, een ander voorbeeld van deze week. Dat is de kinderopvang. De kinderopvang, daar zou, en dan denk ik 2 jaar geleden precies, 18 miljard op bezuinigd moeten worden. Samen met de VVD was de CDA daar groot voorstander van. En 18 miljard is natuurlijk heel veel geld. Ja. En 2 jaar geleden was er natuurlijk ook al sprake van een economische crisis. Hoe kun jij verklaren dat ook deze week dat teruggedraaid is? Nou, dat is weer, zeg maar, qua inleiding hetzelfde verhaal. Wat er aan compromis lag, is een compromis tussen meerdere partijen om een kamermeerderheid te vinden. Het CDA zelf is de partij die zegt, wij willen gezinnen versterken. Wij willen de lasten voor gezinnen verlichten. Wij willen gezinnen met kinderen niet in financiële problemen brengen. En wij zijn dus voor handhaving van die kinderopvang en van die bijdrage erbij. Dus ons standpunt daarin is dat wij zeggen, wij willen dat niet. En dat is ook in de onderhandelingen wel onze inzet geweest. Maar je weet zelf ook, bij onderhandelingen is de uitkomst niet altijd gelijk aan de inzet. Omdat je met elkaar tot een compromis komt. Maar dat punt heb je niet belangrijk genoeg gevonden als CDA, zeg maar, om dat niet in te wisselen. Nou, het is niet alleen een kwestie van niet belangrijk vinden. Het is soms en vaak ook een kwestie van waar wil de andere partij je wel tegemoetkomen en waar niet. En hier wilde de VVD ons niet tegemoetkomen. Dus dan kun je blijven drukken, maar als je tegelijkertijd samen eruit moet komen en je komt er hier samen niet uit, dan is dat op een gegeven moment is dat uitonderhandeld. En is dat de situatie van dat moment. Maar dat wil dan niet zeggen dat dat dan ook het standpunt van het CDA is. Nee, dat is de uitkomst van een onderhandeling. Die voer je met elkaar uit, want je bent samen coalitie. En dan doe je dat. Maar wat je ik, eigen standpunt snap ik. Blijft. Maar stel dat na 12 september het CDA in de regering komt. Ik neem aan dat het CDA dat wil. Ja. Maar dan is het dus theoretisch mogelijk dat het CDA voor wederom een bezuiniging op de kinderopvang stemt. Wederom voor een afstudeerboete voor studenten stemt. Ja, kijk. Dat zeg je nu zo en ik snap dat je die vraag stelt, maar kijk, op alle onderdelen nu gaat het over waar een partij voor staat. En geen enkele partij in dit land zal zoveel zetels halen dat die alleen die kamermeerderheid haalt. Dus op alle onderwerpen moet onderhandeld worden met een andere partij. Zijn er onderwerpen binnen het CDA waarvan je zegt, nou hier ga ik echt voor, daar gaan we geen water bij de wijn doen? Dat kan niet. Nou kijk, dat vraag je eigenlijk, zijn er breekpunten? Ja, precies. Ja. Kijk, er zijn altijd punten waarvan ook het CDA zegt, dat zijn meer bespreekpunten. Dat zijn dingen die zwaar voor ons liggen. En voor het CDA zijn er eigenlijk 3 kernpunten die onze boodschap samenvatten. Het gaat over werk, het gaat over gezin en het gaat over samenleving. En op die 3 punten weten wij wel heel goed wat we willen en wat ons verhaal voor Nederland is. En zijn er heel veel dingen waarvan ik denk, dat zal nog lastig worden om daar met anderen... Ja, ik vind het interessant om deze punten stuk voor stuk bij langs te gaan. Goed. Werk. Ja. Werk. Wat is het standpunt van het CDA en hoe zit Herma Boom daarin? Ja. Nou, kijk, als het gaat om werk, dan zijn er een aantal dingen, als je gewoon kijkt naar de arbeidsmarkt nu, dan moet je constateren dat die niet meer functioneert zoals het zou moeten. Het is voor werkgevers steeds lastiger om mensen vast in dienst te nemen, omdat vast wel heel vast is geworden en flex wel heel flex. Dus op de arbeidsmarkt zijn echt niet alleen
Het zijn geen bezuinigingen nodig, maar hervormingen. Waarbij je werknemers zelf meer zeggenschap geeft over hun scholing. En ook zeg maar, de mogelijkheid biedt voor een leven lang leren. En zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd kijkt naar het ontslagrecht. Waardoor werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen. Omdat ze niet aan hele ingewikkelde ontslagprocedures vastzitten. En wat echt van belang is, is de werkgelegenheid voor oudere mensen. Dus wij willen ook dat met name het voor ouderen makkelijker wordt om in dienst te komen. En, dus en wat zijn ouderen voor het CDA? Nou ja, kijk, uit de cijfers blijkt dat, dat je vanaf 50 al tot oudere werknemers wordt gerekend. En dat werkgevers terughoudend zijn om mensen boven die leeftijd aan te nemen. Voor mij zijn dat geen oude mensen, maar de realiteit is dat het boven die leeftijd nu moeilijk is om aan het werk te komen vanuit een niet werkende situatie. En het CDA zegt, wij willen dat dat makkelijker wordt. En daarvoor is het nodig dat er meer economische groei komt. Dat er meer vertrouwen in de economie komt, waardoor er weer groei ontstaat, mensen weer gaan uitgeven en mensen ook weer, er ook weer banen gaan ontstaan. En dat is echt van belang dat dat gaat gebeuren. Oké, en als ik zeg, het tweede kwartaal dit jaar heb je dat meegekregen van de week, 0,2% economische groei. Ja. Dan denk je, hiep hoi. Is dat terecht? Nou, ik zou niet te vroeg juichen, maar je ziet wel dat de economische groei wel weer een beetje aan het toenemen is. Dat heeft ook te maken met de grote inzet op het aflossen van de staatsschuld. Want dat is wel enorm van belang dat dat ook wordt voortgezet. Maar we zijn er echt nog lang niet. We leven echt als Nederland op veel te grote voet, dus we geven veel te veel geld uit. En dat moet echt minder worden. En daarnaast zie je dat mensen ook nog onzeker zijn over hun toekomst, over de financiën, over hun baan, over hun huis. De consumenten geven het weinig uit? Ja, maar als je niet weet wat er gebeurt met je huis en met je hypotheek en met je baan, dan ben je maar dan word je voorzichtig. Ik vind de boodschap zo dubbel. Aan de ene kant wordt gezegd, geef uit, heb vertrouwen in de economie. Nou, dat hebben we nodig is, om die economie te laten stijgen. Dat is niet wat ik zeg. Nee, oké, maar aan de andere kant, nou, vertrouwen in de economie betekent wel dat je als consument uitgeeft. En dat je je spaarcenten inzet voor dingen die je gaat kopen. Nou, en weer terug de economie inbrengt. Dat is een deel, maar wat nog belangrijker is dat we met z'n allen te veel schulden hebben. Dus heel, heel bazaal, als het gaat om de hypotheken, dan zijn die in de afgelopen jaren niet meer ontstaan. Om bezitsvorming te stimuleren. Dus dat ging uiteindelijk niet alleen maar om een huis te hebben. Maar ook de schulden zijn daardoor enorm toegenomen. Aflossen van een hypotheek wordt op dit moment niet gestimuleerd. Als je te veel wil aflossen, krijg je een boete. Dat is natuurlijk bizar. Dus CDA zegt ook, aflossen moet altijd lonen. Aflossen van schulden, of het nou een hypotheek is of een andere schuld, moet altijd lonen. In lagere maandlasten, dan hou je meer besteedbaar inkomen over. Maar ook in dat je niet een boete krijgt, maar dat je beloond wordt voor het feit dat je je hypotheek aflost. Op het moment dat we daar meer ruimte op gaan geven, meer gaan bieden, en ook in de sfeer van belastingen meer gaan doen, dan gaan mensen weer vertrouwen krijgen in dat het huis hun huis blijft, dat hun hypotheek langzaamaan wordt afgelost en dat dat ook kan en dat het ook zichtbaar wordt in wat je elke maand overhoudt. En op die manier ontstaat er wel weer vertrouwen. Maar er is op de huizenmarkt dat gerealiseerd wordt. Vertrouwen geweest. Stel dat gerealiseerd wordt, hè? Over welk jaar praten we dan? Hè? Wanneer komt dat vertrouwen dan weer in jouw optiek? Kijk, we hebben nog niet zo lang geleden. Als jullie plan doorgezet kan worden. Op het moment dat mensen nu weten dat er aan bestaande hypotheken niet getornd wordt, dan geeft het al heel veel rust. Want daar is onrust over in Nederland. Daar is ook onrust over hier in Haaksbergen. Wat gebeurt er met mijn hypotheek? En op het moment dat daar duidelijkheid over ontstaat, dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Dus in termen van rust en vertrouwen gebeurt er heel snel iets. Je zag het bij de overdrachtsbelasting. Maar dat betekent dat je eigenlijk zegt, om rust en vertrouwen van de burgers te waarborgen, moet je eigenlijk niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Er moet de overheid duidelijk zijn in wat ze daarmee wil. En het CDA zegt, wij willen aan de bestaande hypotheken wel het aflossen stimuleren. Want het is goed als mensen hun schulden aflossen. Maar wij willen niet aan de bestaande rechten komen. Dus wij willen niet in die hypotheken onzekerheid creëren. Wij willen daar zekerheid op geven en duidelijkheid op geven. Maar het blijft zo dat betekent dat dan, even vrij vertaald, dat dat toch op het konto van de jongeren
komt dat jongeren die nu willen een huis willen kopen, dat die wel de zwaardere maatregelen krijgen. Nou kijk, daar hebben we ook iets wordt anders het steeds voor. Moeilijker voor jongeren om een huis te kopen, wat dat nu is, al wel nu, het geval dat is. Dat is nu het geval, maar daarvan gaat zeggen wij ook, wij willen dat bouwsparen, dus sparen voor een eigen woning, dat wordt gestimuleerd. En zodat als jongeren dan als starter op de woningmarkt een huis willen komen. Vroeger had je de premiewoningen. Dit is een iets ander systeem. Maar waardoor je wel stimuleert dat als iemand zelf heeft gespaard voor zijn huis. Dat de overheid zegt, daar doe ik nog ietsje bij om dat eigen woningbezit te stimuleren. Dus tuurlijk moet je ook iets doen aan de starters op de woningmarkt. Want het is nu ontzettend lastig om een huis te kopen. Ja, precies. Dus daar moet je ook wat op doen. Maar ook dat zit weer in sparen. Stimuleren dat er gespaard wordt. En schulden aflossen. Ja. Herma. Ja. De zorg. Ja. Dat is jouw speerpunt. Eén van de, ja. Jij bent, dacht ik, tweede spreker voor het CDA op het terrein zorg. Ah, we hebben er drie. Jullie hebben er drie? Ja. Maar jij bent de nummer twee. Nee, kijk, we hebben, dat is wel boeiend om te zien. Je ziet nu ook welke onderwerpen in deze verkiezingscampagne belangrijk zijn. En zorg is een ontzettend belangrijk thema. Dus we krijgen als CDA heel veel uitnodigingen voor zorgdebatten. En dat verdelen we nu zoveel mogelijk over drie personen. En daar ben ik er één van. En we hebben het niet over wie is eerste, tweede of derde. We kijken naar wie is waar het meest in thuis. Mijn eerste baan was verpleegkundige. En ik ben in die sector gewoon, daar weet ik nog wel van. En ik vind het ook een prachtig vak. Dus ik doe graag debatten als het gaat om verpleging en verzorging. Maar er zijn ook een aantal debatten. Maar heb jij die ontwikkelingen ook mee kunnen maken? Heb jij die kunnen invoelen? Ontwikkelingen van toch steeds minder handen aan het bed uiteindelijk. En veel meer managementlagen die overal tussendoor kwamen. Ja. Dat heb je echt ook mee kunnen maken. Ja. En daar heb je ook een mening over. Ja, en dat is ook wel, weet je, dat is nou ook weer zoiets waarvan ik denk dat is ons boven het hoofd gegroeid als het gaat om de kosten van zorg. Gewoon even. Heel simpel rekensommetje. Als wij niks doen in de zorg, dan betalen wij allemaal hier en iedereen die kijkt en luistert over 20, 25 jaar de helft van ons inkomen aan zorg. Dus er moet echt iets gebeuren om te voorkomen dat die kosten blijven oplopen. En tegelijkertijd moet er iets gebeuren om te zorgen dat de zorg voor langdurig zieken en voor mensen met een laag inkomen gegarandeerd blijft. Dus dat betekent dat mensen die wat meer kunnen betalen, ook wat meer betalen aan de zorg. Maar je kunt zorg anders, dus beter, goedkoper organiseren als je de kwaliteit van zorg en degene die de zorg vraagt steeds meer centraal stelt. Mensen hoeven niet per se naar een verzorgingshuis als ze ouder worden. Wij kunnen de zorg ook thuis organiseren. Er gaat nu veel geld in gebouwen zitten, in stichtingen, in instellingen. Als het budget volgt bij de persoon, we noemen dat dan een persoonsvolgend budget, en die koopt zelf de zorg in op de plek waar die dat wil, dan kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Hoeven ze niet naar een verzorgingshuis als ze niet willen. Mogen ze het als ze het wel willen. Maar de zorg moet echt volstrekt anders. Maar dat is toch niet anders dan dat het nu is? Dat is heel anders dan dat het nu is. Want nu hoef je ook niet naar een verzorgingshuis als je niet wil. Nee, maar de kosten van wonen en zorg, die worden, als het aan het CDA ligt, volledig gescheiden. Dus bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wat voor iedereen in Nederland is, hè, dat is een volksverzekering. Ja. Die betaalt nu ook een deel van de woonkosten. Maar dat is geen zorg. Want jij en ik hebben ook gewoon kosten van wonen thuis. Dus je kiest zelf waar je wilt wonen en op de plek waar je woont koop je de zorg in en krijg je de zorg geleverd. Dat betekent dat budget van wonen niet meer op de zorgkosten drukt. Daar is gewoon iedereen, ze heeft zelfs een keuze in waar die wil wonen. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. Dat is volstrekt anders dan het nu in Nederland is. Nee, oké, dat zijn zorgkosten. Maar dan komen de andere kosten, die woonkosten, die worden gewoon een beetje verdeeld. De instellingen, daar zijn minder kosten voor. Maar de kosten voor huizen, die blijven gelijk. Dus dat is relatief meer kosten. Ja, maar dat geldt ook voor gezonde mensen. Iedereen woont ergens, dus je hebt woonkosten. Dat hoeft toch niet uit de zorg? Dat is geen zorg. Nee, dat snap ik dat het niet uit de zorg hoeft. Maar dat komt wel linksom of rechtsom, komt dat ergens vandaan. Ja, tuurlijk. Maar mensen hebben ook altijd een inkomen.
Kijk, iets anders is dat je ook wilt dat de pensioenen gewoon gewaarborgd worden op termijn. Zodat mensen ook altijd dat inkomen, dat basisinkomen houden. Oké, jij zegt dat is, de woonkosten die heb je altijd, dus die gaan gewoon door. Maar dat zou betekenen dat de woontoeslagen, dat die hoger gaan worden. Nou, als er minder mensen in instellingen gaan wonen, dan blijven ze thuis wonen. Ja. En als zij veel zorgkosten hebben, of wat dan ook, of weinig inkomen hebben, dan zullen ze meer woontoeslagen, meer zorgtoeslagen krijgen. Nu zie je vaak dat het dubbele kosten zijn. Want die woning, die blijft ook. Want soms is maar één van de beide partners die naar een verzorgingshuis gaat, de ander blijft wonen. Terwijl ze het liefst bij elkaar zouden willen blijven. Maar we hebben de zorg niet georganiseerd zodat dat kan. Dus je bespaart uiteindelijk altijd op één van de beide kanten op de woonkosten. Maar vaak wil, dan ga ik even hierop door, vind ik ook interessant. Je zegt, sommige mensen willen graag bij elkaar blijven wonen, maar andere mensen, daarvan zegt de partner ook, ik kan dat niet meer aan. Nee. Ondanks de hulp die daar geleverd wordt, is het voor die partner ook heel erg zwaar. Ja. En dan is ook vaak toch wel een soort van opluchting als persoon in kwestie in een instelling komt en dat daar op bezoek gegaan kan worden. Ja, maar dat blijft de keuzevrijheid van iedereen die zorg nodig heeft, inclusief zijn of haar omgeving. Dus als iemand zegt, het kan niet meer thuis, natuurlijk, dan is er een verzorgingshuis of er ontstaan nu zorghotels. Er zijn heel veel andere vormen van zorg in ontwikkeling. Die keuze. Die maar je wilt daar ook wel een beetje sturend in zijn, lijkt mij, als je kijkt niet van wat in waar is de mensen goedkoopste. Wonen. Dat is de keuze die mensen zelf mogen maken. Waar je sturend op wil zijn, waar het CDA sturend op wil zijn, is op de kwaliteit van zorg. En het liefst zorg dicht bij huis. En de kosten. Dicht bij de mensen. Gebaseerd op wat mensen zelf willen en zelf nodig hebben. Dat is een andere manier van sturing dan nu. Dus je stuurt niet op instellingen. Je doet het geld ook niet naar instellingen. Je stuurt op de kwaliteit van zorg en de vraag van degene die zorg nodig heeft staat centraal. Dat is echt anders dan we het nu doen. Maar goed, in ieder geval, het CDA denkt dat dat een boel geld gaat opleveren. Ik denk dat het tot betere zorg gaat leiden en dat het ook tot minder zorgkosten zal gaan leiden. Ja. Want om nou 50% van ons inkomen aan zorg te betalen, dat is voor wat niemand we niet een goed kunnen. Vooruitzicht. En nogmaals, je wilt dat de zorg voor degene die het nodig hebben. En wat niet te verzekeren is, want er is gewoon, dat heet dan onverzekerbare zorg. Dat kun je niet opbrengen. Dat wil je dat die in stand blijft. Daar is ook die wet voor bedoeld. En dus moet je het zo organiseren dat dat altijd kan. Ja, dus persoonsgebonden budget krijgt een lichte wijziging in de visie van het CDA. Ja. Dat wordt een budget wat zeg maar de persoon volgt qua financiering. En waar je niet het geld van op de rekening krijgt, maar de zorg uithaalt die je nodig hebt voor dat deel. En die zorg wordt georganiseerd door? Kan je zelf doen, kun je anderen laten doen, kan door professionals gebeuren, kan ook door in die zin hetzelfde als nu met de PGB's. Ja, alleen niet het hele bedrag in één keer op de rekening. Nee, trekkingsrechten noemen we dat, maar dat is te technisch denk ik. Oké, goed. Ja. Zorg. Ik denk ook aan de nieuwe transities, hè, die nu op het sociale domein van het centrale naar het decentrale overheid gaan, naar de gemeentes. Ja. Die zijn ook heel druk bezig om die wijziging vorm te geven. Ja, om zich daarop voor te bereiden. Ja. Hoe zit het CDA daarin? Ja, heel helder. Wij willen dat die transities doorgaan. Dat... Dat is een redelijk eenvoudig uitgangspunt. Wat lokaal kan, moet je lokaal doen. En gemeenten staan dichter bij mensen, ook bij jeugd, dan een Tweede Kamer. Dus als het op lokaal niveau kan, moet je het op lokaal niveau Maar als je zegt wat op lokaal niveau kan, ik kan me voorstellen dat je daar ook nog wel discussie over kunt hebben. Dat is niet een absoluut gegeven wat op lokaal niveau kan. Ik kan me voorstellen dat persoon A zegt, dit kan wel op lokaal niveau. Terwijl persoon B zegt, nou dit moet vooral niet op lokaal niveau gebeuren. Ja. Omdat je dan een aantal factoren buitengewoon uit het oog verliest. Welke factoren? Ik zou me voor kunnen stellen de jeugdbescherming. Wat nu ook aan de gang is. Er is een transitiegang aan de gang van de provincie naar de gemeente. Ja, maar ook hier, de instellingen moeten niet centraal staan. Maar de jongere zelf moet centraal staan. En zijn ouders of haar ouders. En dan is ook daar weer het startpunt degene waar het over gaat. En dan staat de gemeente daar dichterbij dan die 150 Kamerleden in Den Haag.
Nee, dat snap ik. Maar en als je dan hoe kijkt... je dan de zorg organiseert daaromheen, daar heb je... Kijk, je ziet gemeenten nu ook al meer samenwerken in het sociale domein dan voorheen. Dat is ook goed. Want een aantal dingen kun je prima op regionaal niveau doen. Maar het begint altijd, zeg ik, aan de keukentafel bij mensen thuis. En nee, dat maar als kan ik een voorbeeld heb, een gezinsvoorbeeld. Hè? Ja. Ik weet er niet het fijne van, maar je hebt een kind wat zorg nodig heeft. Ja. Een kind gaat naar een instelling, tijdelijk. Al dan niet tijdelijk. Die instelling is niet in de woonplaats zelf. Nee. Daar waar het kind woonachtig is, daar gaat men over de kindzorg. Ja. Het kind wordt verplaatst naar een instelling die past. Dan woont dat kind in een andere gemeente. Wie gaat nu over dat kind? En wie gaat over het gezin waaruit dat kind komt? De ouders gaan over het kind. Ook hierin weer de boodschap van het CDA. Het gaat om de samenleving. Het is niet de overheid die het moet overnemen. Niet de instellingen die het moeten overnemen. De ouders gaan over het kind. En het kind zelf. En die moeten zelf kunnen kiezen in waar ze dan willen wonen, welke zorg daarvoor nodig is. En gemeenten zijn heel goed in staat om die zorg dichtbij, ook als het gaat om jeugd, te organiseren. Maar in ieder geval, beter dan Den Haag. Jij snapt waarschijnlijk wel dat er een aantal problemen zullen rijzen waarvan je wellicht kunt zeggen, nou, die gaan we samen oplossen. Tuurlijk moeten die opgelost worden, maar dat is geen reden om te zeggen dat je het niet naar gemeenten moet gaan doen. Want laten we nou wel wezen, het is op dit moment ook niet op alle fronten geweldig goed georganiseerd. En er zit veel tussen instellingen. En het gaat soms niet eens meer over de jongeren zelf. Terwijl daar zou het over moeten gaan. Daar moet je het omheen organiseren. Nee, eens. Maar dan zie ik de jongeren zijn belangen zich van verplaatsen. Instellingen even minder belangrijk. Dat snap ik wel, maar dan gaat de jongeren zich verplaatsen van woonplaats, gemeente A naar gemeente B. Ja. Op advies van deskundigen. Ja, maar een kind blijft ingeschreven op adres van zijn ouders, hoor. Maar je hebt ook zorg. Ja, maar hij of zij woont dan nog steeds bij zijn ouders. In de zin van, wat is de woonplaats? En dat is ook de gemeente waar ze dan hulp vinden. Natuurlijk moet dat goed dus georganiseerd zijn. De gemeente waar het kind uiteindelijk vandaan komt, blijft verantwoordelijk. Dat is wat jij stelt. Het moet altijd het kind in zijn omgeving. En als eerste zijn dat de ouders. Ja, oké, duidelijk. Dat is de zorg. We hebben een mooi onderwerp nog, dat wil ik sowieso even aansnijden. Dat is Europa. Oh ja, dat is ook leuk. Haaksbergen in Twente, Twente in Overijssel, Overijssel in Nederland en Nederland in Europa. Ja. Ben je daarvoor, ben je daartegen? Is Europa belangrijk? Ja, Europa is ontzettend belangrijk. Ja, Europa is ontzettend belangrijk. En dat is ook wel, kijk, ik moet daar zelf ook altijd aan denken van, als je nu luistert naar Europa, dan ga je wel eens even nadenken, waarom deden we dit ook alweer? Waarom zijn wij lid van de Europese Unie? Maar als je terugkijkt naar hoe het is begonnen, dan ging het toen en ook nu nog steeds over vrede en veiligheid. Dat was de basis voor de Europese Unie. Als je kijkt naar de vrede en veiligheid die het ons heeft gebracht, Nederland, maar ook Haaksbergen, zeg ik dan, in de afgelopen jaren, dan is dat nog steeds een belangrijke reden om voor Europa te zijn. Tweede is de ontzettend grote welvaart die het ons heeft gebracht. Als je kijkt naar hoeveel export wij binnen Europa, dus ik was gisteren op de Maasvlakte in Rotterdam, alle werkgelegenheid die daar is, is gekoppeld aan transport door Europa, vrije grenzen, dus gewoon personen en goederen kunnen vrij door Europa. Dat brengt ons zoveel welvaart doordat Europa één markt is geworden. Dat vergeten we nog wel eens. Van waar was het ook alweer om begonnen? Oké, er zijn verschillende landen. Kunnen diezelfde schepen, diezelfde exportproducten niet zonder de structuur Europa ook naar die diverse landen waar er nu geëxporteerd wordt? Dan ben je je vrije grenzen, dan ben je dus je open grenzen kwijt. Als je zegt zonder Europa. Ik probeer het even concreet voor te stellen. Wat betekent geen Europa meer? Dat betekent grenzen. Dat betekent invoerrechten. Terug naar de wisselkoersen als je op vakantie wil. Dan moet je bij de grens eerst wisselen. Want ja, het is niet meer die ene munt. Het is niet meer die ene markt. We kunnen ons bijna niet voorstellen wat het betekent als Europa er niet zou zijn. En het zou voor de werkgelegenheid in Nederland en voor de export en voor de transportsector
Het zou zo ontzettend veel banen verlies en... opleveren. Daar staan we niet dagelijks bij stil. Maar dat is wel van groot belang. Duidelijk pleidooi voor Europa en in die structuur blijven zitten als Nederland zijn. En tegelijkertijd ik heb wel ook kritisch even zijn. Toch nog, ja, ik heb toch nog even ook Haaksbergen in dit verhaal. Ja, tuurlijk. Haaksbergen in dit verhaal. Export en Haaksbergen. Export of Haaksbergen en Europa. Ja. Heb je daar iets over te zeggen? Nou, kijk, in is de het voor Haaksbergen, de luisteraars, de kijkers, belangrijk? Heb jij een argument dat je zegt van, mensen, Europa is belangrijk? Kijk alleen al, we hadden het net even voor de uitzending over de Haarmühle. Dat is voor ons, dat is Duitsland. Maar dat is ook Europa. Voor ons is het zo eenvoudig om even in Duitsland of te eten of onze boodschappen te doen. En omgekeerd gebeurt dat ook. Kijk naar het grote aantal toeristen wat hier naartoe komt. Enorm veel buitenlandse toeristen in de omgeving, in Haaksbergen. Dat levert hier inkomsten op. Dus het is niet alleen export, maar het is ook wat hier wordt uitgegeven, doordat je die vrije grenzen hebt. Dus ook daarin is Europa van belang, ook voor Haaksbergen. Oké, mooi. Andere dingen. Wat gaat Herma Boom voor Haaksbergen betekenen? Nou kijk, ik ben sowieso blij dat ik inwoner ben van Haaksbergen. Dus ik zal ook zeker voor Haaksbergen Kamerlid willen zijn. Tegelijkertijd denk ik, ik ben niet iemand die dan nu zegt van nou, als ik in de Kamer kom, dan komt dit en dat wel goed. Ik ben wel iemand die heel erg luistert naar wat er leeft. Het verhaal wat ik net zei over zorg dichtbij. Ik woon zelf in het buitengebied en ik weet dat het daar een probleem is. Om zorg dicht bij huis te kunnen krijgen. Vanwege de afstanden, vanwege bereikbaarheid van zorg is een belangrijk thema. Een tweede, de agrarische sector in relatie tot natuurbeheer. Dat dreigt een beetje door te schieten. Mensen moeten wel gewoon hun brood kunnen verdienen. En er zijn gewoon te veel regels die Den Haag bedenkt, waarvan ik denk, daar hebben we met z'n allen last van. Noem er eens één. Nou, ik, een regel waarvan jij zegt, die mag weg? Nou ja, ik heb in ieder geval, ik weet zelf voor startende ondernemers, de regel dat je je uren moet gaan bijhouden. Je wil ondernemen. Waarom moet je dan uren gaan schrijven om te laten zien dat je onderneemt? Er zijn echt heel veel regels en mensen kunnen dat zelf heel goed aangeven welke het zijn, waarvan je zegt, daar hebben we alleen maar last van. Nee, we regelen het gewoon dicht. En daarnaast denk ik, kijk, Haaksbergen, Twente is gewoon een belangrijke regio in Nederland. En als Twente niet in de Tweede Kamer met voldoende mensen vertegenwoordigd is, dan is het toch lastig om dat op de agenda te krijgen. Oké, zijn er ook dingen, Haaksbergen heb je niet een concreet punt voor misschien, maar een Twents punt. Heb jij een Twents punt waarvan je zegt in de Tweede Kamer? Dat is wat ik jou net zei. Ik ga geen cadeautjes nu uitdelen. Nee, het gaat niet om cadeautjes. Nee. Het gaat om, bijvoorbeeld denk ik dan, aan het vliegveld. Dat scheelt wel of je hebt daar een mening over, ja of nee. En als jij daarvoor gaat, dan kan ik me voorstellen dat je daar invloed op uit kunt oefenen. Ja, maar dat is wel iets waar op dit moment de gemeenten en de provincie aan zet zijn. En ik ga niet uitspraken doen over onderwerpen die op een ander niveau besloten worden en democratisch gecontroleerd worden. Nee, maar je hebt ook niet een mening daarover dat je zegt ik ben voor een vliegveld of ik ben tegen een vliegveld. In economisch opzicht is het goed als dat vliegveld er komt. Maar er is op dit moment nog veel onderzoek gaande en de aanbestedingen lopen nog of het ook echt een haalbaar plan is. En ik vind wel dat dat eerst goed uitgezocht moet worden. En voordat je daar een definitief besluit over neemt. Dat is het proces waar de gemeente en de provincie nu ook mee bezig zijn. En in dat proces ga ik geen uitspraken doen of het wel of niet verstandig is. Ik denk dat je echt... Nee, maar er zijn genoeg Tweede Kamerleden die daar wel uitspraken over doen. Dat weet ik, ja. En er zijn ook heel veel Kamerleden die zich bemoeien met iets wat gemeenten en provincies heel goed zelf kunnen. Goed, Herma. Wij gaan. Ik heb begrepen dat wij zo af gaan sluiten. Om 8 uur begint de stille tocht voor Karin Bok, die vrijdag jongstleden door een misdrijf om het leven is gebracht. Mensen hier, de technici, die willen ook meelopen. Ja. Wij gaan meelopen. Ja. Wij zullen daar zijn. Ja. En dus daarom is het anders dan gebruikelijk, gaan wij zo afsluiten. Ja. Dus Herma, ik dank jou. Hartelijk. Dankjewel. Heel mooi dat je er was. Ik vond het ook leuk dat het een tweegesprek was. Ja. Voor hetzelfde geld was het een debat geweest. Kan ook heel erg leuk zijn. Ja. Nou, ja. Maar nu
hadden we jou alleen op het podium. Ja, hartelijk dank daarvoor. Nou, dank voor de uitnodiging. En mocht er nog een keer een debat zijn, ook dan kom ik graag terug. Heel fijn. En ik denk goed dat we nu richting Stille Tocht gaan. Dankjewel. Luisteraars, tot volgende week. Volgende week heb ik Paul Ulenbelt bereid kunnen vinden om hier bij mij aan tafel te zitten. Paul Ulenbelt is van de SP. Hij staat, ik dacht, op nummer 8 op de lijst. Dus ook dat wordt een buitengewoon interessante avond. Tot dan. Dag.